Ongeveer twee jaar geleden introduceerde Asus de Padfone. Dat was een combinatie van een Android-smartphone met een soort tablet omhulsel. En je kon de smartphone dan in het omhulsel klikken en dan kon je daar als een tablet mee werken. Nou, het was geen groot succes eigenlijk en hij kwam ook maar in een aantal landen uit en bijvoorbeeld niet in Nederland. Een half jaar geleden waren we bij de introductie van de Pad van 2 in Milaan en die was eigenlijk op alle vlakken verbeterd. Hij was een stuk sneller en ze hadden vooral die behuizing van die tablet een stuk dunner en een stuk lichter gemaakt. Nou, het heeft eventjes geduurd voordat ze hem uitbrachten want de introductie was een half jaar geleden en nu pas ligt hij in de Nederlandse winkels. Nou, Arnoud, jij hebt er de laatste tijd wat langer mee kunnen werken. Wat vind je nou van het mechaniek van die PET, van het hele mechanisme, werkt het nou een beetje? Nou, dat mechanisme zelf, dat werkt eigenlijk nagenoeg perfect. Het is eigenlijk vrij simpel. Je hebt de telefoon en die uh, duw je erin en plop, dan werkt die. En binnen een paar seconden heb je gelijk beeld. En uh, hoewel het in- en uitschuiven heel makkelijk gaat, het kost weinig kracht, het gaat echt schuivend. Als die er eenmaal in zit, ja, dan krijg je hem me nauwelijks meer uit. Je kan schudden, stoten, doen wat je Om wilt. Dat is wel van. Is bij de vast. eerste hadden ze echt nog zo'n klepconstructie. Die moest ja. je hem erin doen en vastklikken, want dat was veiliger. Maar ondanks de klep is het gewoon... Veilig denk ik. Ja, en dat komt gewoon omdat ze een aantal maatregelen hebben genomen om te zorgen dat hij er niet uitvalt. Je hebt natuurlijk de poort zelf, dat is gewoon de micro-USB-poort. Uh, dat is ook een mhl poort en zo sluit hij hem aan. Maar daarnaast zitten twee pinnetjes waarmee hij vastzit. Die gaan best diep. Aan de zijkant zijn bovendien wat rubberen randjes in de sleuf zelf... die ervoor zorgen dat hij echt vastzit, dat hij niet naar achter schuift. En je hebt natuurlijk de randjes bovenaan de sleuf zelf... die ervoor zorgen dat hij er niet uitvalt. En al met al maakt dat dat hij ontzettend stevig is. Maar ook omdat hij goed werkt, is het eigenlijk in alle opzichten is het een, een prima concept. En het mechanisme is daardoor echt heel goed. Maar woud, wat vind jij? Hoe voelt hij aan als, als tablet, zeg maar? Ik moet zeggen, ik heb ook de eerste vastgehouden. Dat was, dat was een ramp. Die was meer dan 800 gram. Die was hartstikke dik. Daar wilde hij niet lang mee werken. Ze hebben dit best slim gedaan, want alleen aan de, deze kant, waar die sleuf zit, daar is hij dik. En hij loopt dan taps toe aan de einde. Dus als je hem zo vast hebt, dan heb je eigenlijk niet het idee dat je een ander soort tablet vast hebt. Je hebt eigenlijk niet het idee dat je gewoon een normale Android tablet vast hebt. Wat je wel hebt, is natuurlijk extra gewicht. Die telefoon die weegt ook wat. Bij elkaar zit iets meer dan 630 gram. Nou, dat is vergeleken met een iPad bijvoorbeeld niet zo heel erg veel, dat is ongeveer gelijk, maar het is een breedbeeldscherm. Dus dan merk je wel sneller dat hij een beetje zwaar in de hand ligt. Dus in één hand vasthouden, zeg maar, dat gaat niet voor langer? Nee, dat zie je toch wel vaker met breedbeeldtablets 10,1 inch bij Android, dat je hem eigenlijk met twee handen moet vasthouden en dat het toch met één hand een beetje vermoeiend kan zijn. Maar ik moet zeggen, ze hebben natuurlijk hier omheen moeten werken, ze hebben compromissen moeten sluiten. En ik denk dat dit eigenlijk wel de beste manier is om een tablet op deze manier te maken. Maar ja, die tablet is natuurlijk eigenlijk een soort secundaire functie, want die tablet krijg je erbij. Het is primair een smartphone. Vind je dit een goede smartphone? Als telefoon, uh, ja, is hij eigenlijk best wel goed in heel veel opzichten. Bijvoorbeeld de software, die is heel uh, snel, hij is vloeiend. Er zit ook goede hardware in, een uh, krachtige processor, genoeg werkgeheugen. Dus tussen apps wisselen, dat gaat echt heel snel. Bovendien, Asus past niet heel veel aan aan Android. De skin is vrij licht. Het is grotendeels stock Android, dat is ook heel fijn. Het is Android 4.1 Jellybean, dus een vrij recente versie, maar je weet nooit ja, wanneer je een update krijgt, want ja. er ligt toch een skin overheen. ASUS voegt wel heel veel apps toe van zichzelf. Dus het hoofdmenu staat wel vol op het moment dat je hem voor het internet. Het is nuttig opstaat. of is het een beetje blootware? Het is wel een beetje blootware hoor. Er zijn heel veel diensten zoals ja, Asus Cloud. En dan krijg je een aantal gig gratis en dan kan je bestanden opslaan. Maar de meeste mensen gebruiken al een Dropbox of ja, een Google Drive precies. of iets anders. Dus dat is niet zo nuttig. Uh, maar ja, goed, je hebt er ook niet heel veel last van. Je moet er alleen even langs scrollen. Maar is het ook, want we hebben dit dingen een half jaar geleden heb ik hem voor het eerst gezien. Toen was ik er best wel onder de indruk. Het is nu wel een half jaar later. Het is een goede telefoon, maar kan die nog een beetje meekomen? Hij kan nog wel aardig meekomen, maar het is, absoluut, het is niet meer de top van de markt. Zeg maar. Het zit er wel een stukje onder. Het is geen Galaxy S4 of een HTC One. Het zit er toch heel even onder qua snelheid en qua scherm en dat soort dingen. Uh, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld ja, het, uh, het design, de, dat, dat soort dingen die zijn gewoon minder aan tijd gebonden. Als je een mooi design hebt, dan blijft het ook zo. En wat dat betreft heeft ASUS wel wat goede keuzes gemaakt. Vanwege die sleuf loopt het wel een beetje taps toe. Dat is, wel, dat is gewoon iets aparts, dat is heel eigen liggen. Bovendien is de achterkant, uh, die is uh, een stroef, van een soort stroef kunststof. Er blijven geen vingerafdrukken op staan. Er staat ook een patroontje in, wat je op andere telefoons niet ziet. Ze heeft een heel eigen gezicht. En wat vind je, wat viel me één ding op, de afwerking. Wat vond jij daarvan? Ja, dat, viel is, mij een beetje dat tegen. is een beetje slordig. Je hebt van die de metalen uh, elementen aan de zijkant, een soort strip die eromheen. Maar je ziet gewoon op de punten waar dat samenkomt, daar overlapt het een beetje. Dus het ziet er een beetje slordig uit. Dat hoort gewoon, zoals bij een iPhone bijvoorbeeld, lekker op elkaar aan te sluiten. Dat ziet er mooi uit. Uit. En op het moment dat het niet aansluit, dan denk je, ja, wie heeft dit in elkaar gezet? Is er, is er iets fout gegaan in de fabriek of zo? En een ander groot nadeel, dat is ook een beetje slordig gegaan, dat is bij de micro-USB-poort. Daar zitten vanwege die, uh, die tablet-aansluiting twee pinnen naast. Maar dat maakt ook dat uh, de laadkabel niet steunt tegen de behuizing. Hij zit een beetje losser dan, dan, dan bij andere telefoons. Hij kan niet lekker steunen, hij kan naar de zijkant eruit vallen. Je kan hem een beetje wiebelen inderdaad. Ja, je kan hem wiebelen. En dat maakt ook dat hij er heel snel uitvalt, bijvoorbeeld. Als je hem uh, nou ja, ergens te laden legt en je woont aan een drukke straat en er rijdt een vrachtwagen voorbij. Dan kan hij er al uit raken en dan heb je ochtends een lege telefoon. Is het dus het niet zo, heb jij het echt zo erg meegemaakt? Ja, zo erg heb ik het meegemaakt. En ik had ook dat als ik dingen aan het overzetten was uh, op de telefoon vanaf mijn computer. Gewoon hier op de redactie. En ik begon te typen met iets anders. Dan wiebelde hij er ook al een beetje uit waardoor die dingen niet overgezet werden. Dus dat was, het was echt wel een issue. Dat is wel slordig. Uh, wat mij trouwens wel opviel. Uh, je zegt net het... het, het... De hardware is op zich goed. Scher, ik vond het scherm heel mooi. Ja. Heel helder. Heel helder, ja. Dus ook vooral als je er buiten mee werkt, dan is het ook echt goed zichtbaar als je nog zonlicht hebt. En daardoor vond ik het contrast zo groot. Als je dan die tablet erbij pakt, want dit is dan 1280 bij 720 Nou, dat is op 4,7 inch. Dat is behoorlijk scherp. Ja. Die tablet is 1280 bij 800 Dan dus heb je ongeveer dezelfde resolutie, maar op een veel groter oppervlak. Dus ik merkte vaak dat ik dacht, nou, ik ben aan het aan een webbrowser bijvoorbeeld, een tekst aan het lezen. Dat wil ik nu groter zien. Dan doe je het in die tablet. En dan valt het toch tegen, dan ziet het heel pikselig ja. uit eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk het grootste nadeel. Want het scherm van de telefoon, zoals je zegt, is echt heel mooi. De kleurreproductie is goed. Contrast is in orde. Helderheid heel hoog. Kortom, je zit echt naar een mooi scherm te kijken. En dan duw je hem in die tablet. En die tablet heeft op zich ook een mooi scherm. Er is niet echt iets mis mee. Op één ding. Nou, en dat is inderdaad dat hij dezelfde resolutie heeft. En dat je dus pixels zit te tellen. En ja, dat is eigenlijk wel vrij slorg, dat, dat verpest het wel. Want je ziet het in het begin gewoon heel erg juist omdat je van de telefoon op de tablet overgaat. Want precies, als je ook een tijdje ermee werkt, merkte ik dan valt het minder op. Ik bedoel, heel 2012, al die 10,1-inch tablets hadden deze resolutie, daar is op, op zich niks mis mee. Maar het is elke keer die overgang, want Asus wil natuurlijk dat je hem heel vaak eruit haalt, belletje pleegt, terugstopt, andere dingen doet. Dat is waar die voor gemaakt is. En elke keer viel me weer op van, oh, het is wel een stuk minder dan op de telefoon, op de telefoon inderdaad. Wat mij nog heel opviel en bij is gebleven bij die presentatie, is dat ze hele indrukwekkende cijfers over die accu hadden. Ze zeiden de accu sowieso is heel erg goed van dat ding, maar als je dan er eens in die tablet stopt, heb je eigenlijk twee accu's: één van de tablet één van de smartphone. En dan bij elkaar kun je dan nog langer ermee werken. Nou, ik weet dat jij alle testen hebt gedraaid. Klopt dat ook? Nee. Simpel gezegd, het klopt niet. Uh, het, het, het zijn twee dingen. Ten eerste de telefoon zelf. Die heeft best een goede accu. Zeker als je er veel mee doet. Hij gaat onder intensief gebruik in onze testen 18 uur mee. Ter vergelijking een Galaxy Note 2. Wat een hele grote telefoon is met een hele grote accu. Gaat 16 uur mee. Dus dat is best indrukwekkend. Maar zodra hij hem laat liggen, gewoon niks doet. In stand-by laat staan. Ja, dan slurpt hij zichzelf heel snel leeg. Dat is gewoon een kwestie van software-optimalisaties die ASUS niet goed heeft gedaan. En um, daardoor is hij binnen 3,5 dag ongeveer leeg bij lichtgebruik. En bij andere telefoons, bijvoorbeeld een vergelijkbare Nexus 4. Ja, die gaat al snel 5, 6 dagen mee. Dus dat scheelt een boel. Wordt en... het dan beter als je hem in die tablet stopt? Eigenlijk niet. Uh, wat je dan wel hebt op het moment dat de telefoon leeg is, dan kan je hem in de tablet stoppen als die vol is en dan kan je gewoon door. Dat is wel heel prettig, maar je krijgt niet een langere accuduur. De, de, de tablet ja, die heeft natuurlijk een veel groter scherm en vermoedelijk slurpt dat zoveel en ook die aansluiting en alles overzetten slurpt dat zoveel dat de accuduur eigenlijk in feite ongeveer even lang is. Dus je hebt geen profijt van het erbij zetten van dat ding in de accu? Nee, daar heb je eigenlijk nauwelijks profijt van. De vraag die bij mij een beetje overblijft, en dat had ik bij die eerste pet phone, dat had ik al bij de hands van de dingen, dat heb ik nu weer, is voor wie is dit ding nou eigenlijk? Ik kan me niet echt, dit is niet voor de mainstream denk ik. Het is in ieder geval niet voor iedereen, want heel veel mensen die een tablet thuis hebben... ...ja, daar gebruiken meerdere mensen de tablet. Dan gebruik je hem zelf en je vriendin of je kind of ouders of die langskomen, wie dan ook. En dat is heel onhandig, want die telefoon moet altijd in die tablet zitten om die tablet te laten werken. Dus je moet echt de enige gebruiker zijn van die tablet en dan werkt het. Nou, of je zit binnen in een situatie dat je thuis zit met je vriendin bijvoorbeeld... ...jij zit op je telefoon, ja. zij kan de tablet niet gebruiken of zij wil de tablet gebruiken... ...ze dus moet eerst je telefoon gaan zoeken. Ja. Dus het... Dus het is het toch net niet? Precies, dus je moet heel goed voor ogen hebben. Ik ben de enige die zowel de telefoon als de tablet gebruikt. En ik heb de telefoon altijd bij me en de tablet kan ik altijd pakken. En dan is het concept wat, wat zeker kan werken, maar dat is niet voor iedereen. Maar wat misschien nog wel een, het grootste struikelblok is, ja, dat is de prijs. Ik bedoel, hij gaat 700 euro kosten voor de 32-gig versie in Nederland. En, en dat is eigenlijk best veel geld. Want volgens mij kan je voor die prijs ook gewoon een goede telefoon en een goede tablet kopen, toch? Ja, voor dat geld kan je dat inderdaad doen, maar heel even eerlijk, je krijgt er wel wat extra's bij natuurlijk. Oké, okay, die accu op papier klinkt dat heel goed, dat is dan niet zo. Maar je krijgt bijvoorbeeld wel, omdat daar gewoon een 4G-modem in zit, kan je met je tablet op 4G. Kijk, okay, je kan er in de trein eventueel, maar met dit ding, je stopt hem erin. Je kan overal online. Dat is wel makkelijk natuurlijk. En daarnaast is de hardware in die telefoon nog een klein beetje verouderd. Hij komt een beetje later, maar, maar het is nog steeds behoorlijk snel. Er zit wel een snelle quadcore CPU in. En in dat opzicht heb je wel een hele moderne tablet die gewoon heel vloeiend werkt en overal via dat 4G signaal, dus het heeft wel wat voordelen. Maar inderdaad, voor 700 euro koop je ook gewoon een vergelijkbare telefoon, Nexus 4 bijvoorbeeld, met een leuke tablet erbij. En die kan je dan wel los van elkaar gebruiken. Kortom, dit is eigenlijk wel de beste uitwerking van het hele petphone concept en ze hebben bij Asus ook heel veel goed gedaan. Vooral ten opzichte van die eerste is hij echt een heel stuk beter. Maar het grootste probleem is die prijs. Voor 700 euro is hij gewoon te duur. Kijk, als hij 500 euro had gekost, als je die tablet er bijna gratis bij kreeg, dan was het leuk geweest. Maar voor 700 euro, dan ben je gewoon beter af met een losse telefoon en een losse tablet.